Welkom terug en leuk dat je alweer kijkt. Review nummer 187 alweer. 187. Je weet het, hè? Ik ga het niet meer zeggen. Je weet het. Ik heb weer een pakketje gehad van brouwerij Grols. En van de Grols proeverij. Dat is zeg maar een brouwer, Mark Jansen in dit geval. Misschien weet je het al, als je nieuw bent. Ik heb ook een keer eerder van hun bieren mogen genieten. Mark Jansen is zeg maar de brouwer van van de Grols proeverij. En wat doet hij daar? Hij brouwt zeg maar de bieren. En dan worden die in bepaalde geselecteerde cafés uitgeleverd. En nog niet in supermarkten of waar dan ook. En zo stuurt hij ook nog een selectief groepje mensen dit bier toe om te laten proeven. Waaronder de gelukkige ik. En ik heb al van verschillende mensen vernomen dat hij echt super lekker is. En ditmaal ook echt een heel mooi pakketje. Check. Hoe gaaf is dat? Is toch vet. Misschien heb je het al op Instagram voorbij zien komen. Ik had wel de verpakking al op Instagram staan. Super gaaf. Meestal zit het in een plasticje of wat dan ook. Ditmaal in een mooi doosje. Staat ook op. Grols Proeverij is een unieke serie speciaal bieren gebrouwen in de proefbrouwerij van Grols. En als ze dan bevallen, dan mogelijk kunnen ze of komen ze op fles uit en kan jij ze ook proeven in de supermarkt of waar dan ook. Ik ga hem openmaken. Lijkt wel een packing. Wauw. Dat ziet er goed uit. Check. Mensen. Gaaf. Super cool. Allereerst. Het is de Grols Fruit IPA. Of Fruit IPA. Hoe je het ook kan noemen. 5,5%. Er staat op een orange infused IPA. Met een sterk sinaasappelaroma. Samen met de fruitige mandarina Bavaria hop. Zorgt dit voor een complexe bitterheid. Met tonen van citrus en mandarijn. Lekker. Er zit ook nog een kaartje bij. En daar staat ook nog wat op. Even kijken. Beste bierliefhebber, de zevende creatie uit de Grols proeverij staat alweer voor je klaar. De zeven alweer, mensen. Onze fruit IPA is orange infused. Hij heeft een bijzonder fruitige geur. Je ruikt de sinaasappel en mandarijn. Verder heeft het bier een stevige, complexe bitterheid waar je veel citrusfruit proeft. De fruit IPA of fruit IPA heeft een alcoholpercentage van 5,5%. De combinatie van fruit en een IPA is gewoon geweldig. Proost, getekend, Mark Jansen. Gaaf. Het is altijd wel leuke dingetjes dit. We gaan hem gewoon uithalen. Oké, doosje. Toedeledokie. Even kijken. Ja, ziet er goed uit. Eén ding wat mij wel opvalt. Kijk, normaal hebben ze natuurlijk een etiket en niet zo'n labeltje. En ik vind het echt wel cool. En normaal was de dop ook gewoon normaal. En met niks erop, zeg maar. Deze keer hebben ze gewoon gekozen voor een eigen dop. Grols proeverij. Ziet er goed uit. Speciale dop. Uniek, denk ik. Denk het wel. Laten we hem gewoon openmaken. De fruit of fruit IPA van proefbrouwerij Grols. Here we go. Nou, licht zesje. Zo. Ik ruik hem nu al. Daar hoort natuurlijk het enige echte originele Grols proefbrouwerij glas bij. Supermooi glas. Echt, nogmaals, dank daarvoor. Had ik al, maar nog steeds super, super glas. We gaan hem inschenken. Here we go. Wauw. Het ziet er wel creamy uit. Kijk eens. Mooie dikke schuimkraag.
En ik ruik hem nu al. Ik ben echt heel erg benieuwd naar deze. Allereerst de kleur. Nou, je kan er niet doorheen kijken. Het is bijna een New England Style IPA. Nou ja, bijna. Qua kleur is het gewoon een New England Style IPA. Je kan er echt voor gemeten doorheen kijken. Kleur is een beetje... Ja... Een beetje... Ja, ik moet zeggen, op de camera ziet het er net even anders uit. Maar mooie kleur. Laten we daarop houden. Mooie kleur. Ik ga hem ruiken. Here we go. Zo. Jeetje, mina man. Nou, dat is... Wat? Hoeveel sinaasappels hebben ze hiervoor gebruikt, man? Mandarijnen ook. Zo, citrus komt ook goed terug. Jee, dit is echt een fruitbom. Dat is niet normaal. Zo. Dit is ook echt een tropische verrassing. Maar het ruikt ook echt naar vers fruit. Gewoon echt vers. Alsof je net wat fruit in die blender hebt gemikt. Dingen. Hup, klaar. Dit. En dan wat hop en zo erbij. En water. En dan heb je dit, zeg maar. Ruikt super goed. Ik ga hem proeven. De Grolsch Fruit IPA. Cheers. Wat ik wou zeggen. Ik wou zeggen, ik zat laatst. Nou ja, niet laatst. We hadden een keer de triple. Even kijken, we moeten even goed zeggen. Van de Grolsch-proeverij, de triple. En dan de vatgerijpte. Sorry, de vatgerijpte triple. En dat ik die dronk, dacht ik: wauw, mensen. Grolsch. Dit moet je brouwen. Ik heb daar helaas nog niet zo heel veel van gezien. Doe het voor mij. En voor mede bierreviews ook. Dutch Beer Geek. Thomas opent. Doe het voor ons. Voor de bierliefhebbers. Biergeeks. Brouw die. Maar. Brouw deze ook. Deze is echt briljant. Super fruitig. Echt waar. Wauw. Mandarijn komt heel goed terug. Sinaasappel, echt ook als een bom. Ja, dat maakt samen ook gewoon echt een tropische verrassing. En dit is echt heel goed. Echt lekker. Ik moet zeggen, ik heb hem niet koud gezet. Komt zo regelrecht uit het doosje. Ik denk als hij ietsjes kouder, want dit is op... hij is niet warm, uiteraard. Hij is gewoon redelijk koel. Maar ik denk als je nog een tandje koeler is, springt hij er denk ik bij deze nog meer uit. Maar dit is echt, hij is briljant. Mark Jansen, top gedaan weer. Als ik hem een cijfer moet geven, dan moet ik... 8,5 krijgt hij van mij. Ja, je hoort het goed. Een 8,5. Hij is gewoon echt supergoed. Hij doet zijn naam echt eer aan. Fruit IPA. Het is gewoon echt enorm fruitig. En hij kan er eigenlijk wel mee door als een... Ja, qua kleur New England Style IPA. En qua smaak is het gewoon een... Het is gewoon net vers gemaakt. De blender is nog, staat nog op het aanrecht, zeg maar. Nee, echt super lekker. Ik ga hem lekker opdrinken. Mark Jansen, Grolsch, uiteraard dank voor dit prachtige bier. Hopelijk komt deze ooit in productie, want hiervan willen wij meer. Bedankt voor het kijken. En uiteraard, tot de volgende keer. Cheers.